Goed, hier staan we bij de klaverjassers. Nee, dit zijn de britsers. Oh, dit is wat anders? Ja, dit is heel wat anders. Wat is het verschil anders. Tussen klaverjassers en britsers? Ik kan niet britsen, ik kan het je niet uitleggen, nee. Maar Lammy kan je dat wat uitleggen. Wat een geintje hoor. Lammy is dit. Dat is de voortrekker van de Britse afdeling. Ja, je speelt alle twee met vier man moeite spelen, maar het zit hem in het beatsysteem en het de proberende slaven te maken. Dat is heel wat anders. Het is heel wat anders dan goed. Klaverjassen, maar wanneer je kunt klaverjassen, dan kun je ook goed Brits leren. Zullen wij ook? Dus weer voor iedereen beschikbaar. Wanneer? We beginnen volgende week maandagavond met een beginnerscursus. En daar hebben we ondertussen 9 personen voor die dus hier op cursus gaan. Maar het moet er altijd een veelvoud van 4 zijn. Ja, maar met de cursus vullen we dat aan met mij met Wim. Ja, met en met ervaren spelers die even meehelpen dan. En uit hoeveel is de bestaat de hele groep? Of de hele groep heb ik op het moment 32 leden, denk ik, hier van Welzijn Ouderen. En dus nu 9 erbij? Ja, die misschien. Die komen we proberen. Nee, want er zijn ook cursisten uit Meppel bij, hoor. Dus, de groep wordt groter en ze kunnen zich nog steeds opgeven om hier op maandagavond te bridgen. Beginnerscursus, maar onze groep bridgt op dinsdagmorgen. Altijd gezellig? Altijd hartstikke gezellig. Supergezellig. Ze komen allemaal hier. Dus nieuwe ook mensen? De hele zomer door ook. Dus nieuwe mensen, wat zegt u dan? Van harte welkom. Nou, ja. Daar hou ik maar op. Ja. Het grote voordeel hiervan is dat je je bovenkamer veel moet gebruiken. Een goede training. Ja, en dat is altijd goed natuurlijk. Zeker voor oudere mensen. Wie zijn er oud dan? Nou, nee, bijna niet. Een paar zitten tegen de grens van de AOW aan. Maar het is altijd wel heel gezellig en heel goed voor de sociale contacten. En daar gaat het om. Ja. Succes! Ja, ja hoor.